welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik het hebben over weer favoriete make-up producten. Ik ga vandaag gewoon heel veel brands af en dan ga ik vertellen per make-up brand wat mijn fave producten zijn. Een van de meest gestelde vragen die ik vaak krijg is: welke foundation vind jij goed? Wat is jouw favoriete lipstick? Wat is jouw fave blush? Nou kan ik gewoon in één video snel vertellen wat ik van elke brand goed vind. Ik ga niet praten over wat ik slecht vind. Er is ook van elke brand zeker één of meer producten waarvan ik denk... nee, maar ik ga het gewoon vandaag positief houden en ik ga het hebben over wat ik goed vind van elke make-up brand. Als jij ook wilt weten wat ik slecht vind van elke brand, ik wil graag zo een video ook maken. Dus als je dat wilt, laat dat dan even beneden weten in de comments. Vergeet niet deze video te liken als je zulke video's leuk vindt. En ja, ik ga gewoon vandaag laten zien welke producten ik gewoon goed vind. En ik ga ook vertellen waarom. Ik moet wel erbij vertellen, grote disclaimer. Elke huid is anders. Iedereen zoekt iets anders in een bepaald product. Dus vandaar dat ik er ook altijd bij vertel waarom. En niet gewoon van ja, dit is goed en klaar. Want ja, iedereen zoekt iets anders, iedereen wil iets anders, iedereen heeft een andere huid. Dus ja, wat voor mij werkt zal niet altijd per se werken voor jou en andersom ook niet. Maar de producten die ik vandaag ga laten zien werken echt geweldig voor mij. Dus ja, ik wil die heel graag met iedereen delen. Dus laten we gewoon snel beginnen. Zo, als je al ziet, ik ben al opgemaakt, dus ik ga de make-up niet aanbrengen. Omdat het gewoon too much is om allemaal aan te brengen. Ik heb een video gemaakt waarin ik mijn favoriete producten van het jaar 2019 heb laten zien. En daar heb ik dus wel allemaal aangebracht. Dus je zou eventueel die video kunnen gaan bekijken. Maar ik ga het vandaag hebben over echt een heleboel producten. Als je je afvraagt wat ik op mijn lippen heb. Ik heb een matte liquid lipstick op van Fenty. Deze is donkerbruin in de kleur Unveil. En ik heb een NYX Cosmetics gloss erop gedaan. Deze is ook bruin in de kleur Mason. Deze is heel erg mooi. Dit is de NYX Lingerie Gloss. Oké, ik ga beginnen met de brand Huda Beauty. Ik heb een aantal producten van Huda Beauty die echt geweldig zijn. En om te beginnen is dat hun losse poeder. Ik heb hem in de kleur Pound Cake. En dit is mijn nummer 1 losse poeder. Hij geeft veel dekking. Hij maakt mooie mat. Hij maakt mijn gezicht helemaal alsof er een filter op zit. Deze is echt geweldig. Vooral als je ook echt dekking zoekt van een poeder. Dit is mijn nummer 1 poeder. Als ik er maar één mocht hebben, dan was ik echt gegaan voor die van Huda Beauty. Wat ik ook geweldig vind in haar lijn is de Huda Beauty eyeliner. Wat ik er ook zo fijn aan vind is dat je een liquid kant hebt en je hebt ook een oogpotlood kant. Dit is dan de oogpotloodkant. Dus je hebt het 2-in-1. De prijs is ook niet heel duur. Iets in de 20 euro. Hij is super zwart, super mat en blijft echt lang zitten. Aan het einde van de dag zit het er gewoon nog helemaal op. Ik vind deze echt geweldig. De potloodkant is ook echt zwart. Ik breng die dan altijd aan in mijn waterlijn. En het is echt zwart en het blijft ook goed zitten. En dat vind ik vooral heel fijn hieraan. Dat het zo goed en lang blijft zitten. Dus dit zijn mijn twee topproducten van Huda Beauty. Next one is Max & More. Max & More is de action make-up. En daarvan heb ik ook een aantal producten waarvan ik denk, you need this. En Max & More is super goedkoop. Ik ga beginnen met de Hydrating Face Primer. Dit is een van mijn favoriete gezicht primers. Ideaal voor mensen met een droge huid, maar ook voor een vettige huid. Want hij voelt niet vettig aan. Het is gewoon echt een crème. En hij hydrateert mijn huid super mooi zonder dat mijn huid vettig wordt. En voor die lage prijs ben ik echt super impressed met deze primer. Wat ik ook aanraad van hun zijn al hun lipsticks. Ik heb ze hier allemaal. Ik heb er gewoon even twee gepakt. Letterlijk alle lipsticks van hun in deze verpakkingen. Want je hebt de matte lipsticks en je hebt de, even kijken, de matte en je hebt ook de long lasting varianten. Maar ik vind ze allebei geweldig. Deze lipsticks zijn zo gepigmenteerd. Het is echt niet te doen. En ze zijn zo mooi en ze blijven ook gewoon mooi zitten op de huid. Kijk, dit is een nude kleur. En kijk hoeveel pigment hiervan afkomt. Ze zijn zo goedkoop en zo fijn. Ik vind ze echt geweldig, deze lipsticks. Ik raad ze echt iedereen aan. Haal ze gewoon allemaal. En ook van Max & More. Dit product is vrij nieuw. En dat zijn hun lippotloodjes. Ze hebben hem in 4 kleuren. Ik heb ze alle 4, maar ik heb er gewoon even 2 gepakt om te laten zien. Ik heb hier rood. Ze matchen ook met de lipsticks. Ze hebben dezelfde naam als de lipstick die erbij matcht. Deze lippotloodjes zijn zo gepigmenteerd.
zo erg mooi. Ze brengen ook fijn aan. Je hoeft ze niet te slijpen. Je kunt ze gewoon draaien zo. En ook weer super betaalbaar. Ik heb hem ook hier in het nude. Het is echt belachelijk mooi. Kijk, deze matcht dus met die lipstick. Ze matchen allemaal met een bepaalde kleur. Dat vind ik ook heel fijn. Want zo hoef je niet op zoek te gaan naar welke lipstick matcht nou erbij. Ze hebben gewoon precies dezelfde naam als de lipstick die erbij matcht. Deze zijn wel te licht voor mij, maar wel prachtig. Deze lippotloodjes en de lipsticks van Max & More. Zo fijn, amazing en zo goedkoop. Next brand is Too Faced, te koop bij Too Glass. Een van hun fijnste producten vind ik hun hangover primer. Dit is echt een super fijne gezichtsprimer voor letterlijk elke huid. Deze is niet speciaal voor een bepaalde soort huid. Deze is gewoon fijn voor iedereen. Hij is ook best wel groot. Hij gaat best wel lang mee. Heeft zo'n pump. Deze is zo fijn. Hij laat mijn make-up er super lang op zitten. Wanneer ik echt zo'n dag heb waarbij mijn make-up de hele dag goed moet blijven zitten, is dit echt mijn go-to primer. Ik vind die echt amazing. Next one is NYX Cosmetics. Mijn fave product van NYX is hun NYX Lingerie Clear Gloss. Hij is helemaal clear, maar nu is hij een beetje rood zoals je kunt zien. Want ik had hem aangebracht op een rode lipstick. Dat was niet zo handig. Deze gloss is zo glossy. Het is echt extreem. Het is echt een super mooie clear gloss. Hij is ook altijd uitverkocht. En ik snap ook echt absoluut waarom. Dit is een van de fijnste glossjes die ik heb. Ook een geweldig product van NYX is hun NYX Ultimate Eyeshadow Palette en dan de Brights. Want je hebt hem in verschillende kleuren, maar ik heb deze felle kleurtjes. Als je op zoek bent naar gewoon een beginners kleurrijk oogschaduwpaletje, dan is dit echt het paletje voor jou. Er is niks extreems aan. Het is gewoon een perfect kleurrijk oogschaduwpalet. Voor ook misschien mensen die net beginnen en gewoon willen gaan experimenteren met kleurtjes, dan raad ik dit paletje echt zeker aan. Heel fijn paletje. Dan een van de brands waarvan ik zoveel goed vind dat ik niet eens kan beginnen met alles op te sommen. En dat is Revolution. Make-up Revolution. Hun naam was in het begin Make-up Revolution, maar ze hebben het veranderd naar gewoon Revolution. Ik ga beginnen met hun oogschaduwen. Hun oogschaduwpaletten zijn wel echt hits en misses. Af en toe vind ik ze goed en af en toe niet. De oogschaduwpaletten die ik bijna altijd goed vind, zijn die die er altijd zo uitzien in dit soort verpakkingen. Mijn nummer 1 is de Revolution X Soap paletje, de Extra Size paletje. Ik heb het ook echt vaak verteld. Dit is mijn nummer 1 betaalbare oogschaduwpalet. Staat stipt op nummer 1. Als ik er maar 1 mocht hebben, dan was dit mijn paletje. De kleuren zijn prachtig. Je kunt heftige looks maken. Maar je kunt ook zeker everyday looks maken. Heel erg mooi. Dit paletje vind ik ook echt prachtig. Dit was in samenwerking met Tammy. En dit is haar Tropical Carnival paletje. En dit is een heftig kleurrijk paletje. Ook echt, ik heb hier iets van 3 looks of zo meegemaakt. Echt een top, top, top paletje. Echt heel erg mooi. Revolution is een soort van hoofdbedrijf. En daaronder hebben ze ook nog andere make-up brands. Maar dat zijn ook gewoon hun. Zoals I Heart Revolution. Deze highlighters van hun zijn zo goedkoop. En zo extreem mooi. Vooral de Banana. Die gebruik ik echt super vaak. Kijk hoe mooi die is. Oh mijn god, ik kan echt niet fatsoenlijk swatchen. Deze is zo mooi. De glow is echt prachtig. Het is echt insane. En ze zijn zo cute en zo goedkoop. Deze raad ik ook echt zeker aan. Echt een van mijn faves. Next brand is Kiko Cosmetics. Ik heb 1,5 jaar lang bij hun gewerkt. Dat was in het begin van mijn YouTube carrière. Een van hun fijnste producten is de 2-in-1 foundation. Dit is dus 2-in-1 omdat je hem ook kunt gebruiken als concealer in een lichtere kleur. Ik gebruikte hem niet als concealer. Ik heb hem in de kleur WB60. Ik vind deze zo fijn. De applicator is ook fijn. Je kunt gewoon lekker snel aanbrengen. Sommige mensen vinden dat niet hygiënisch, but I don't care. Ik vind dit zo een fijn product. Hij is niet mat echt. Hij heeft een beetje een normale tot richting matte finish wel. Maar niet echt helemaal mat. Super fijn. Ik heb hem ook al echt heel lang. Volgens mij is hij niet meer goed. I don't know. Maar ik vind die heel fijn. Een product van hun wat ook geweldig is, zijn al hun 3D glossjes. Gewoon allemaal. Gewoon allemaal zijn gewoon fijn. Ik heb hem hier in de kleur 2. Heb ik ook al echt heel lang. Deze glossjes zijn zo fijn en zo glosserig. Ik vind ze echt geweldig. Dus als je ooit naar die winkel gaat, deze 2 producten raad ik iedereen aan.
Next brand is Benefit. Wil jij nou make-up aanschaffen van Benefit? Nou, dit zijn mijn fave producten. En dat is de Benefit Concealer. Deze concealer is super, super fijn. Ik heb hier kleur 3, maar mijn kleur is kleur 5. Deze is super fijn. Hij crease niet. Dat is ook de claim dat hij niet crease. En dat is ook echt zo. Ik koop poeder wel altijd af, maar dat doe ik gewoon altijd. Dit is echt een super fijne concealer met een mooie dekking. Hij heeft ook een natural finish, dus geschikt voor elke huid. Dan heb ik ook van Benefit hun twee Hello Happy foundations. Deze heeft een lichte dekking en deze heeft een medium dekking. Ik heb ze allebei in kleur 4. Dat is de kleur voor mij. Wanneer ik zelf bruiner gebruik, heb ik kleur 6. Ik vind ze allebei toppie. Wil jij dat hij niet veel dekt, is deze ideaal. Wil jij toch iets meer dekking, dan is deze ideaal. Deze zijn allebei super duper fijn. I really love them. Ook hun Hoola bronzers, geweldig. Ik denk dat de gewone Hoola echt al bekend is bij iedereen. Die vindt iedereen super fijn. Dit is een beetje een cool tone bronzer. Maar ze hebben hem nou ook in een aantal andere kleuren. Ik heb hier ook de Hoola Caramel. En die kleur is iets meer richting de warme kant. Ook echt ideaal. Kijk, dit is het verschil. Ik zal even een beetje het verschil laten zien. Kijk, deze is echt meer oranje en deze is iets meer licht. Ik vind ze allebei fijn en ze matchen ook allebei met mij. Ik vind deze geweldig, blenden mooi. Ze geven echt een super mooie bronzy kleur. Next one is Morphe. Daarvan heb ik ook een aantal producten die ik echt geweldig vind. En als jij een vaste abonnee bent, dan hoef ik het over één ding echt niet meer te hebben. En dat is de Sweet Tea Lip Pencil. Dit lippotloodje is maar 5 euro en is prachtig. Deze lip pencil is zo mooi. Het is echt een prachtige kleur bruin. Ik ga hem even eruit halen. Mijn andere is op. Deze kleur is echt amazing. Echt voor echt. Kijk hoe mooi bruin die is. Deze gebruik ik bij elke bruine nude lip. Is dit mijn lippotloodje. En ik heb ook van hun Megastar Glamma Bronzer. Deze vind ik ook echt super mooi. Ik moet wel erbij vertellen, hij is wel echt heftig. En hij is ook super warm. Dus als je daar niet van houdt, raad ik hem niet aan. Maar ik hou ervan. Ik ben echt nog net niet oranje. Ik hou daar gewoon echt van. En ik vind hem super mooi, betaalbaar. En hij is ook echt heel groot. En je hebt ook zo dit. Echt, deze raad ik ook echt zeker aan. Next brand is Catrice. Een heel betaalbare brand die iedereen wel kent. Wat ik van hun aanraad zijn deze gezichtprimers van hun. Echt geweldig. Deze hydrateert. En deze andere is gewoon anti-shine. Ik raad ze wel allebei aan. Niet per se voor de vettige huid. Maar meer voor de normaal droog. Deze zijn super fijn. Ik vind deze ook echt een dupe van de hangover van Too Faced. Die lijkt echt heel veel op die, maar kost een stuk minder. En de Catrice Blush. Ik heb die nou nu op. Ik vind deze super mooi. Ik heb hem in de kleur 40. Dit is gewoon een matte blush. Echt heel erg mooi. Zo lekker roze. Echt, I like it. Dan ga ik verder met MAC Cosmetics. Mijn nummer 1 favoriete bronzer is van MAC. Dat is de Give Me Sun. Dit is zo'n mooie, warme bronzer. Het is niet te doen. Hij wordt niet verkocht als bronzer. Het is officieel gewoon een gezichtspoeder. Maar ik gebruik hem als bronzer. Hij is wel een beetje aan de donkere kant. Dus als jij een lichte huidskleur hebt, is hij way too donker voor jou. Maar ik vind deze zo mooi. Hij is zo mat. Het is alsof ik gewoon bruin ben door de zon. Deze is het echt waard. Hij is een beetje duur. Want ja, het is MAC. Maar hij gaat super lang mee. Ik heb hem echt al heel lang. Ik heb hem ook echt vaak gebruikt. Het vaakst van al mijn bronzers. En kijk hoe goed hij er nog uitziet. En letterlijk elke MAC lipstick die er maar bestaat is geweldig. MAC lipsticks zijn echt de beste. Ik heb hier de kleur Feeling Myself. Die is vrij nieuw. Die is ook echt heel erg mooi. Kijk hoe mooi die is. Zo mooi bruin nude. MAC lipsticks. Er is geen betere formule die er bestaat. Die ik heb gehad ooit. Die beter is dan MAC. MAC lipsticks zijn de 20 euro waard. Ze zijn geweldig. Ze gaan wel snel op. Want je krijgt niet echt superveel. En vooral als je hem vaak gebruikt. Mijn MAC lipstick die op is gegaan is Velvet Teddy. Dat is een hele mooie nude kleur. Er is nog nooit een lipstick opgegaan bij mij. Mijn lipsticks, ik heb er zoveel, ze gaan nooit op. Dat is de enige lipstick die op is gegaan. Dus zo goed en blij ben ik met MAC. We gaan verder met Pixie Cosmetics. Pixie is te koop bij themakeupspot.com. Een van hun fijnste producten vind ik de Pixie Matte Liquid Lipstick. Ik heb hem hier in de kleur Posh Nude. Dit is mijn go-to nude kleur. Deze nude kleur is
zo absurd mooi. Het is niet te doen. Hij is ook mat, maar hij droogt niet uit. Ik vind hem echt geweldig. Hij is wel alleen maar te koop, zover ik weet, in een set. Met een liquid oogschaduw erbij. Maar ik vind deze echt super mooi. Ik weet niet of hij los te koop is, maar ze moeten deze kleur echt los verkopen. Want deze is zo mooi. Het is echt absurd. Ook hun highlighter paletje. Deze is echt amazing. Echt de prijs waard. De kleuren zijn prachtig. Ik gebruik bijna elke kleur. De enige kleur die ik niet gebruik is deze. Want ja, ik weet niet echt hoe ik die zou moeten gebruiken. Maar dit paletje is echt zo mooi. Deze onderste twee kleuren zijn zo amazing. Het is echt niet te doen gewoon. Ze zijn zo heftig. Zo mooi. Kijk hier. Echt, I love it. En ik gebruik deze bruine. Die doe ik dan vaak zo hier bij mijn bronzer. Om een beetje glans te brengen in mijn bronzer. En dit is echt de perfecte kleur bruin voor hier. En dan doe ik altijd maar een heel klein beetje. Maar het is gewoon net genoeg voor een beetje zo die glow daar. En ik vind dit paletje is echt... echt super mooi. Ik raad het echt iedereen aan. W7 Cosmetics is ook een hele betaalbare brand. Hun nummer 1 product is dit paletje van hun. Dit is een Huda Beauty dupe. En dit paletje is maar 10 euro en super mooi. Ik heb het al in een aantal video's verteld. Ik ga me niet weer helemaal herhalen. Maar dit paletje, je hebt matte kleuren. Je hebt pressed glitters. Je hebt glanzende kleuren. Je hebt hier een concealer. Je hebt zoveel formules in één paletje. En de kleuren zijn echt prachtig. Geweldig paletje. En hun Ready Set Glow Fixing Sprays. Je hebt hem in 3 kleuren. Deze fixing sprays van hun geven zo een mooie glow in, op je gezicht. Amazing. Vooral deze is mijn fave. Deze is zo mooi goud. I love it. Zoals je kunt zien, ze zijn vaak gebruikt. Bijna allemaal al half op. Ook deze. Ik gebruik ze gewoon echt vaak. Ik vind deze echt zo fijn. Echt als je een mooie glowy finish wilt, haal ze. Ze zijn echt geweldig. Nou mensen, ik denk dat dit zowel genoeg was. Ik ben niet letterlijk elke brand afgegaan, want dat zou echt too much zijn geweest. Als je bent geabonneerd op mijn kanaal en je volgt al mijn video's, dan weet je al wel een beetje welke producten ik vaak gebruik. Dit zijn gewoon een aantal brands en een aantal producten die ik gewoon echt wilde laten zien en echt iedereen aanraad. Ik vind ze echt toppie, toppie, toppie. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats 2 video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezicht om te abonneren. En dan hoop ik iedereen weer snel terug te zien bij de volgende video. Doeg!